Hallo, daar bent u weer. Welkom bij onze vierde bijeenkomst in de serie Binnenruimte. We zijn al een maand in de 40 dagen tijd met elkaar onderweg. Toch wel bijzonder, vindt u niet? Deze vierde bijeenkomst gaat over genegenheid. En ik ga daar zo nog iets meer over zeggen. Ik heb zitten dubben tussen genegenheid, genade en grace. En het zijn drie woorden die in hetzelfde sfeer zitten. Ik wil u vragen te kijken wat bij u past, deze bijeenkomst, wat het dichtst bij uw hart komt. We luisteren zo'n lied van Arvo Pärt, The Blessed Ones, de zaligsprekingen. En dat geeft een sfeer, een kleur van dankbaarheid, van gezegend zijn, van genade of van grace. Voelt u wat u het meeste aanspreekt? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Thank you.
Daar gaan we. Sluit je ogen maar. Of richt je blik op de kaars, op het beeld of iets in je kamer. Om via het voelen van je lichaam, je voeten op de grond, de steun van je rug, je billen op de stoel, op het kussen, aan te komen in dit moment. Die pas op de plaats die we zoeken deze 40 dagen. En waarbij de wekelijkse, dagelijkse teksten en deze filmpjes een handreiking willen zijn. Voel je adem. Precies zoals hij nu gaat. Hoog of laag, druk of kalm. Laat jezelf maar zakken in het moment, in de binnenruimte. En daar in je lichaam, of in je hart, of in je ziel, of misschien in je gedachten, op te merken wat genegenheid, genade, grace teweeg brengt. Doet iets vermoeden van een cadeau, geschenk. En bij het uitblijven daarvan verlangen of verdriet. En verwelkom precies wat er nu is. Zoals we in deze tijd zeggen, het is wat het is. En te ademen met precies wat er nu leeft.
wellicht iets op te laten komen van een moment van het ontvangen van genegenheid, van grace, van genade. Misschien onlangs, misschien veel langer geleden. Iets wat je hart verwarmde. Waarmee je ziel zich kon verbinden. En waarmee we ons dan gezegend kunnen voelen. Zoals de Blessed Ones van Arvo Pärt van zo net. Dat we soms zo gezegend zijn zonder het werkelijk te hebben toegelaten. Ruimte voor genegenheid en gratie. Adem dat nog maar een keer in en uit. Ja, wat fijn dat u er weer was. En wij en alle kijkers. We gaan zo volgende week, week 5 in. Ik hoop u allemaal weer te verwelkomen. Heb een goede week. Dag!